meer uitgaan en meer huiswerk maken. Ja, nee. Niet meer huiswerk maken. Dat zit wel prima. Minder huiswerk maken, meer uitgaan. Ja, meer bier drinken. Minder alcohol, meer gaan sporten en iets vaker bij je opa langs gaan. Dat zijn allemaal dingen die we aan het eind van 2018 tegen onszelf zeggen. Die we dan proberen waar te maken. Oh my god! Oké, ja, die we dus proberen waar te maken. Mijn ervaring leert dat het niet altijd echt lukt. Maar we hebben natuurlijk ook studievoornemens. En nu ga ik vragen aan alle studenten van de HVA wat hun studievoornemens zijn. Ik ben heel benieuwd. Heb jij goede schoolvoornemens voor 2019? Ja. Mijn studievoornemens. Iets minder drinken. Ik ben begonnen met boksen vanaf dit jaar. En ja, ik denk dat ik daarmee ook gewoon fitter word om nog beter te concentreren op mijn schoolwerk. Ga je dan een beetje minder stressen door dat sporten en zo? Sowieso ben ik niet op stresskip, maar het is wel lekker om af en toe gewoon even de frustraties eruit te slaan, zeg maar. Dus ja, zeker. Kan die frustratie eruit slaan? Vooral hoge cijfers halen en meer discipline voor school. Ik stop met school, dus ik heb geen goede voornemens. We zijn nu even naar de andere kant gelopen, want we hebben denk ik nog nooit gehad dat we zo vaak afgewezen zijn op de vraag of je goede voornemens hebt. Studievoornemens? Gewoon mijn shit doen, niet uitstellen. Hoeveel stel je het uit? Meestal tot de laatste week of de laatste avond. Laatste avond? Ja. Komt wel misschien heel veel mensen bekend voor. Nou, op school gevriend zou ik natuurlijk wel het mooi vinden om dit jaar mijn P te halen. Hoe lang ben je al bezig? Dit is mijn eerste jaar. Oh. Mijn P halen. Dus ik zit nu het eerste jaar en dat is echt mijn doel. In één jaar? Ja, in één jaar. En tot nu toe gaat het goed. Ik heb tot nu toe allemaal voldoendes gehaald. Hoe doe je dat dan voor alle mensen die geen voornemens hebben? Veel leren. Echt veel leren. En veel in de bieb leren. Dat werkt voor mij het beste. En gewoon echt vroeg beginnen. Ik heb geen zin in die stress. Dat werkt niet bij mij. Die heb ik niet. Hoezo niet? Omdat ik dat altijd onzin vind. Zeg maar, ik doe gewoon wat ik wil. En als je er voornemens aan plakt, dan moet je verplichtingen hebben. En daar hou ik niet van. Meer vrije tijd. Meer tijd voor mezelf. Zodat ik relaxed aan projecten kan beginnen. Ja? Minder stress? Ja, nou, dat hoop ik. Eigenlijk niet echt een extra voornemen, want ik ben al heel goed bezig. Wat is goed bezig? Ja, al mijn huiswerk doen, al mijn opdrachten maken. En ik ga wel meer uit, moet ik gaan. Goed zo! Ja, ik ben gestopt met roken, ik loop elke dag hard. Maar mijn goede schoolvoornemens... Meer uitgaan en meer huiswerk maken. Ja, nee. Niet meer huiswerk maken. Dat zit wel prima. Minder huiswerk maken, meer uitgaan. Ja, meer bier drinken. Nou, schoolvoornemens heb ik ook inderdaad al helemaal niet. Daar heb ik ook eigenlijk niet eens over nagedacht met het nieuwe jaar. School was heel ver uit mijn hoofd. Misschien toch wel iets eerder beginnen, want dat is al 3 jaar niet gelukt. Dat we onze diploma halen, dit jaar nog. Hoe gaan jullie dat doen? Heel hard werken, nachten doorhalen. Voor mij meer slapen tussen projecten door, geen nachten meer doorhalen en ook een beetje genieten. Een beetje typisch Amphi, hè, hoor ik altijd. Ja, behoorlijk. Dus 2019 is het jaar. Ja, hopelijk. Voor dit jaar waren het lukken. Maar goede voornemens, normaal gesproken moet je er gewoon niet aan beginnen, want er komt toch niks van. Nou, let's try. Het valt me een beetje tegen wat alle goede voornemens zijn van de mensen die hier langslopen. Heb jij nou wel mooie of bijzondere schoolvoornemens voor 2019? Laat het dan vooral weten in de comments. Vond je deze video leuk? Klik dan op abonneren. En vond je die video nou helemaal niet leuk en denk je, Nanook, dat kan ik veel beter? Dan zijn we op zoek naar jou. Jij kan het worden, jij kan de nieuwe YouTube-ster worden van de Hogeschool van Amsterdam. Meld je aan en dan zie ik je snel. Doei doei!